mij betreft gaan daar allerlei mensen uit verschillende disciplines bij elkaar komen en ideeën uitwisselen. En op een gegeven moment tot een Eureka-gevoel komen. Dus wat wij zien gebeuren en wat nog steeds meer noodzakelijk is, is dat er een ecosysteem komt van bedrijven die echt intensief met elkaar gaan samenwerken om nieuwe formats, nieuwe concepten te ontwikkelen en naar de markt te brengen. En dat is iets wat nog echt in de kinderschoenen staat op dit moment. Wat ik hoop is dat de komende 10 jaar ons gaat helpen om meer gevoel te krijgen voor de kwaliteit van een contact. Ja, dat is het engagementmodel, dat is niet nieuw, dat realiseer ik me. Maar we kennen de term, ik denk alleen dat we er te weinig mee doen. En er zit ook een enorme verspilling in ons ecosysteem voor commerciële communicatie. Omdat we heel veel boodschappen die absoluut niet interessant zijn voor mensen, toch maar al die huishoudingen inpompen of over die digitale snelwegen pompen. Dus de grote vraag is, zijn wij in staat met elkaar om de reclamedruk of de communicatiedruk te beperken en te zorgen dat het minder maar beter wordt? En een van de grote dingen, denk ik, Ivo, die ik ook hoop dat ze gaan gebeuren, is dat er een hoop van de pulp en de slechte producties en de slechte media gaat verdwijnen. En dat het goede overblijft, dat denk ik. Je hebt de kans dat er toch een vrij snelle verschuiving vindt van traditionele media naar digitale media. En het andere wat je zult zien, wat waarschijnlijk veel sneller zich gaat ontwikkelen als mensen denken, is het hele on-demand. Ik denk dat het achterover zitten en televisie kijken zal uiteraard blijven bestaan. Maar er zal een hele hoop interactieve tv naast komen te staan. Dus dat helemaal on-demand verhaal, dat wordt steeds sterker. Daarbij zul je zien dat de nationale grenzen, die tot nu toe heel erg belangrijk zijn geweest, Nederland 1, 2 en 3, dat die gaan verdwijnen. De ontwikkeling die wij sowieso hebben gezien is dat er heel veel buitenlandse partijen naar Nederland zijn gekomen om Nederlandse contentproducenten over te nemen. Ik hoop, en dat is de rol die BT probeert te spelen op dat event, is dat met name de internationalisering, het groter durven denken dan men nu doet en het laten zien dat die kennis en kunde internationaal concurrentievoordeel biedt, dat men dat omarmt en wat groter nog durft te denken dan men nu misschien wel doet. Ja, er komt shocking nieuws. Wat je ziet is dat Nederland kijkt heel erg naar zichzelf en heeft niet door dat het buitenland Nederland echt percipieert of voelt als een soort schiphol voor de media. En de buitenlanders zien dat wel, investeren ook om die reden in Nederlandse bedrijven. En wij als Nederland moeten dat zelf ook gaan zien en in het buitenland gaan verkopen. En dat zal het hoofdthema zijn van het Mediapark Jaarcongres en dat zal daarna ook iedereen voelen en ook weten.